Ja, Davy. Zegen nummer 4 op rij voor Ajax. 2-0 bij Heracles. Dat is een goede zegen, denk ik. Was het ook een goede wedstrijd? Nou, ik denk zeker het begin was niet goed. We dekten denk ik niet goed genoeg door vanuit achteruit, door ze steeds een vallend balletje konden spelen. Ik denk daarna doen we dat beter. We komen in ieder geval niet meer echt in de problemen, alleen voor in de laatste paas moet wel beter. Wat is dat, denk je, dat voetbal er dan nog niet helemaal uitkomt? Met name denk ik de eerste helft. Het is toch moeilijk. De ruimte is super klein en zo'n veld kan je niet echt een snelle bal tussendoor spelen, want hij stropt te veel. En ja, dan heb je ook nog wel een paar kansen die je krijgt, die gaan dan ook niet in. Ja, dan moet je gewoon door blijven spelen en uiteindelijk valt hij dan wel 2 keer gelukkig. Dat is mooi. Het spel moet, zoals je zei, dus nog beter. Heb je wel het idee dat er een stijgende lijn is? Ik bedoel, jullie spelen nu bijvoorbeeld voor de 3e keer in dezelfde formatie. Helpt zoiets daarbij bijvoorbeeld? Ja, wat ik zeg. Je ziet wel ook afgelopen donderdag na een slecht begin dat we dan toch steeds eerder de goede lijn oppakken, zeg maar. En goed doordekken vanuit achteruit. Ik denk dat heel belangrijk is dat we dat steeds beter doen. Dus het helpt daarbij dat jullie nu even in dezelfde formatie spelen? Ja, tuurlijk. Stijgende lijn is wat dat betreft wel zichtbaar. Ja, vind ik wel. Was het spel natuurlijk niet geweldig, maar we komen zoals vandaag 1 keer echt in de problemen, voor de rest eigenlijk niet. En als een ploeg ook alleen maar achteruit loopt, dan hoef je in principe maar 1 te maken om te winnen. En vandaag maken we dan 2, doen we goed. Ja, het is moeilijk om echt een goede verklaring te vinden. Ja, zulke wedstrijden die heb je toch in het veld wel vaak het gevoel van we gaan winnen. En dat had ik vandaag ook. Dus ja. Nou, dat gebeurde ook. Onder andere door een doelpunt van jou. Jij blijft belangrijk op die manier. Ja, ik kwam gelukkig voor mijn voeten. Dus dan schoot ik hem in. Het is wel een mooie goal als het gaat om de statistieken. Ik weet niet of je daar heel erg van bent. Maar ten eerste betekent het dat jij nu gedeeld topscorer van de Eredivisie bent. Wat zeg jij dat? Leuk lachen, maar voor de rest, ja. Ja, ik zal er niet meer of minder van gaan slapen als het wel of niet zo is. Het is wel fijn natuurlijk dat het zo is en dat je scoort. Ik geloof dat de trainer je op minstens 10 doelpunten had gezet, hè? Als je zo doorgaat, heb je dat ergens eind oktober of zo? Ja, maar had ik zelf ook gedaan. Ik wil zelf sowieso wel 10-15 goals maken. Dus ik ben goed op weg. En ook vaak wel belangrijke goals, dus dat is leuk. Dat is mooi. Het was in totaal doelpunt nummer 35 in de Eredivisie voor jou. Dat is net zoveel, als we het toch nog even dan over de statistiek hebben, als Overmars en Zlatan. Oké. Ja, ze zijn geen verkeerde spelers. En, dat is leuk. Ja. Ja, vind ik leuk. Dat neem je dan ook weer mee hier uit Almelo? Ja, dat kan ik thuis vertellen.